Nou, bladzijde 81. We gaan weer variabelen vrijmaken, maar nou bij een wortelfunctie. Er staat een klein voordeeltje. Dat is y is 2 wortel x. En ik moet krijgen x is en dan iets met een y. Hoe werk ik altijd de wortel weg? Kwadrateren. Y in het kwadraat is een 4. X. Hi. Ja? Vergeet niet het getalletje ook te kwadrateren. Als ik hem opdraai, 4x is y kwadraat. Dan hou ik over, x is 1 vierde y kwadraat. Niks nieuws. Ja, niet te moeilijk doen dus. Nou hebben ze op de volgende bladzijde een wat moeilijkere opgave staan. Met een y is groter dan gelijk aan 0. Ja, nou dan gaan we zo hebben. Volgende bladzijde, een afspraak. Bij het vrijmaken van variabelen in dit hoofdstuk hoef je de voorwaarden er niet meer bij te vermelden. Ja? Dus wat jij zei, dat klopt, hè? Dat staat hier natuurlijk. Hè? De voorwaarde y moet groter of gelijk zijn aan 0. Maar volgens de afspraak hoeft dat niet meer. Anders blijven we bezig. Ja? Nou, het voorbeeld. Kijk mee wat ze doen. P is 5 plus 3 gedeeld door de wortel van 2t min 1. Ik moet hem gaan schrijven als t is. Hè? Ik moet t vrijmaken. Ja. Ik kan nog niet kruisen met zijn menigvuldigen, want die 5 zit in de weg. Dus doe eerst die 5 even naar deze kant. Krijg ik p min 5 is 3 gedeeld door wortel 2t min 1. Nu kan ik wel kruisnits vermenigvuldigen. Nee, buiten beeld. Dan krijg ik dus die keer die, oftewel p min 5 keer de wortel van 2t min 1 is 1 keer 3. En ik dus t vrijmaken. Dus ik krijg t is. Zo, ik weet niet wat er gebeurt. Dus deze laat ik hier. Daar wil ik vanaf. Dus ik ga delen door. 2t min 1 is 3 gedeeld door p min 5. Ja, alle t'tjes staan al links. De rest staat rechts. Hoe krijg ik die wortel weg? Kwadrateren. 2t min 1 is. Dat hele ding moet in het kwadraat. Dus ik krijg 3 in het kwadraat is 9. Gedeeld door p kwadraat min 10p plus 25. Vergeet die niet. Ja, dat pas geleden gezien. Nou. Ik heb nog steeds niet staan. T is. Maar ik ben al aardig op weg. Die min 1 gaat die kant op. Dus 2t is 9 gedeeld door p in het kwadraat min 10p plus 25 plus 1. En als laatste stap, delen door 2. T is 9 gedeeld door p in het kwadraat min 10p plus 25 plus een half. Ik vergeet wat. Ja, kan je er niet gewoon 2 voor zetten, dat is dus. Ja, zo hè? Ja. Zijn we dan op hetzelfde antwoord aanbeland? Nee, helemaal niet. Het lijkt er niet eens op. Waarom lijkt het er niet op? Zijn alle die twee breuken bij elkaar? Ja. Ik heb nu 2 breuken. En zij hebben er 1 breuk van maken. Maar dat staat nergens. Moet het dan? Ja, dat moet. Ik ga even hier beginnen van meer schrijfruimte. Ik ga ze gelijknamig maken. Oftewel 9. Gedeeld door, ik doe gelijk vermenigvuldigen, 2p kwadraat min 20p plus 50 plus, wat was dat? 2p kwadraat min 20p plus 50. Nou, lekker streepjes hè? Nee, dit is fout. We moeten het alleen hier p kwadraat. Ja. Min 10p plus 25, omdat het hier een min half is en niet 1. Ja.
Maar moet niet vanuit de beuk werken, dan moet vanuit één werken. Ik moet hem toch gelijknamig maken? Ja, dus er moet boven staat een 1 en beneden staat een 2. Oh, zo, zo. Dus je moet boven, maar alleen een keer t kwadraat en 10b plus 25. Het is een half, dus het staat gewoon de helft. Heel erg, bedankt. Ik weet het al. Deze? Ja. Ja. Gewoon een half, overal de helft van. Nou zijn ze gelijknamig. Dus nu kan ze wel optellen. Dan krijg ik 2 kwadraat min 10b. 9 en 25 is 34. Gedeeld door 2p kwadraat min 20p plus 50. Kan ik nog wat wegstrepen? Nee, hè? Nee. Nee. Klopt die nu wel met het boek? Ja. Oké. Okay. Gelukkig. Nou, doe je even. Hoef je maar ook niet de hele eruit te halen. Er zit hier geen hele in. Dan kan je nog op afspraak. Dan wel. Ja.